Wij hebben inderdaad met kerst hebben we met een paar mensen van de BVO, er waren natuurlijk veel met vakantie, hebben wij ook vooral naar de business case gekeken. En ik weet ook prima wat ik gezegd heb op de persconferentie. Belangrijk dossier, daar ben ik altijd vanuit Feyenoord mee bezig en dat proberen wij over de streep te trekken. Ik begrijp ook de emotie als geen andere achter een stadion van bijna 85 jaar oud met die historie. Dat het ook moeilijk is om die Kuip eventueel te verlaten. Maar als wij echt stappen willen maken, dan zullen wij ook stappen in ons onderkomen en in een nieuw onderkomen moeten maken en moeten hebben. Hoe lastig dat ook is, maar om definitief naar een groter plafond te gaan. Ik heb ook wel eens de indruk, wat jij zegt, dat de BVO of Feyenoord geen nieuw stadion wil. Wij willen zeker een nieuw stadion, dat hebben we ook meerdere malen uitgesproken. Maar, zeg ik er gelijk bij, en dat heb ik eind november ook gezegd, en wij willen dat nieuwe stadion ook graag met één organisatie, zoals we nu al naar elkaar toe groeien, met één directie in dat nieuwe stadion, met liefst ook één RVC. Maar, hebben wij gezegd, het moet wel kunnen en het moet verantwoord zijn voor de BVO van Feyenoord. Wij moeten over 100 jaar, 50, 100 jaar, ook nog in dat nieuwe stadion voetballen. En daar speelt een aantal zaken gewoon een rol. Het allereerste is, we hebben gezegd, het moet met elkaar een iconisch stadion zijn aan de Maas. Daar ga ik van uit, maar het moet ook te bouwen zijn tegen de kosten zoals we afgesproken hebben. Daar wordt nog hard aan gerekend. Dat ligt bij het projectbureau, dat ligt bij de mensen van de gemeente. Er moet ook wel gezorgd kunnen worden dat we dat stadion kunnen bouwen voor het bedrag wat afgesproken is. Dat raakt weer de financiering, want we moeten hem uiteindelijk met elkaar betalen voor dat bedrag. En wij hebben gezegd, dat Feyenoord in ieder geval voor een deel eigenaar wil worden in het nieuwe stadion. Dan zitten we zelf aan tafel. Als het heel goed gaat, hebben we ook nog eens een keer de revenue daarvan. Dus wij zouden graag, want alle clubs die ook eigenaar zijn van het stadion, of voor een groot deel eigenaar zijn van het stadion, die doen het beter dan clubs die dat niet zijn. Dus daarom ook eventueel in de oude Kuip. Maar wij gaan uit van een nieuw stadion, zo heb ik dat toen heb gezegd. En het derde wat heel belangrijk is, dat is ook weer met elkaar verbonden, is de business case. Dat is waar het stadion de eerste 25 jaar op gaat draaien. Dat is waar we hier ook gewoon in exploitatie op draaien. Die moet stabiel zijn, die moet solide zijn. Nou, dat is best een klus om dat uit te rekenen, dat verandert. Weten wij in 2025 bijvoorbeeld hoeveel Europese wedstrijden wij gaan spelen? Hoe vol is dat stadion dan? Dus dat is best een klus. Daar hebben we net nog even iets meer tijd voor nodig. En wij hebben daar aan de voorkant afgegeven. Wij willen daar minimaal 25 miljoen euro uit halen, want wij geven ook veel terug aan het nieuwe stadion. Alle kaartverkoop van de business seats, van de losse kaartjes, die zitten straks in de exploitatie van het nieuwe stadion. Dus wij willen daar minimaal 25 miljoen voor terug. Dat was 2 jaar geleden. Gezien alle ontwikkelingen die ik net zei, kan je afvragen hoe zit die 25 miljoen aan elkaar. Maar oké, wij willen minimaal die 25 miljoen met een mogelijke upwaart. Dat als het echt goed gaat in de business case, ook fijn dat er ook echt beter van wordt. En daar zijn we hard aan het rekenen. En ik denk, en geef ons ook daar nog even de tijd, dat we daar nog een paar maanden voor nodig hebben. En ergens in de zomer 2020, dat als we allemaal groen licht hebben, we dan die beslissing nemen. Maar ik wil nog wel één keer wegnemen dat wij ook hopen dat dat allemaal voor elkaar krijgen met de gemeente. En met de mensen van het stadion en van het projectbureau. Dat we overal een groene krul achter kunnen zetten en verder kunnen.